De ministeries van Openbare Werken en Justitie en Politie hebben vandaag de handen ineengeslagen om het verkeer in Suriname veiliger te maken. De werkgroep Verkeer is geïnstalleerd en moet erop toezien dat het verkeer vooral in Paramaribo en Wanica veiliger wordt. OV-minister Riad Noor Mohammed zegt dat de roep om veilige wegen groot is. Kleine problemen zoals het plaatsen van drempels of ander wegmeubilair moeten nu tot het verleden gaan behoren. Het derde ding is, we hebben dat hier ervaren en we zijn bezig, maar we weten dat bij veel verkeersoplossingen vaak we niet luisteren naar de gemeenschap. We betrekken ze vaak niet erbij. Dus een van de dingen die ik zelf adviseer is om de lokale gemeenschap bij te betrekken, zodat ze weten wat de impact van een beslissing zal zijn en wat de gronden zullen zijn. Daar hebben ze een beetje die geruststelling. En dan weten ze ook, moet ik mijn tent uitbreiden of niet. Justitieminister Kenneth Amoxie stond stil bij het wangedrag van automobilisten in het verkeer. Hij beseft dat er hard moet worden gewerkt om te voorkomen dat meer Surinamers omkomen of zwaar lichamelijk letsel oplopen als gevolg van een aanrijding. Hij wijst op de collectieve verantwoordelijkheid van de gemeenschap. We zien allemaal wat de escapades in het verkeer zijn. Moeders die hun ouders niet hebben, kinderen verliezen. Mensen die zwaar lichamelijk letsel oplopen. Kosten voor gezondheidszorg. Noem maar op. De malaise die dat allemaal teweeg brengt. En dit is de manier om het aan te pakken. Dat we aandacht besteden aan deze drie zaken. We weten dat we in moeilijke financiële tijden zijn, maar desalniettemin moeten we werken. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie vandaag bij de installatie van de werkgroep Verkeer op het ministerie van Openbare Werken. De werkgroep moet erop toezien dat het verkeer in Suriname veiliger wordt.